Hallo kijkers, welkom op mijn kanaal. Ik ben opgegroeid met Nintendo consoles. Het is begonnen met de originele Nintendo, de NES, daarna de Game Boy, de Nintendo 64, de Game Boy Advance, de GameCube en de DS. Daarna ben ik overgestapt op de PlayStation, de PlayStation 2, 3 en 4 en tussendoor nog de Wii. Na 3 jaar na de release heb ik eindelijk een Switch en is echt geweldig. Dit jaar was de Switch een tijdje moeilijk te verkrijgen. Ik had de Switch Pro Controller zelfs al voor ik de console zelf had besteld. De knopjes op de Joy-Cons zijn namelijk wat klein. Je zien. Kleine en knopjes. En ja, ik heb best wel grote handen, dus dat was niet echt, echt fijn. Ja, je kan zien. Het is echt bijna 2 keer zo groot of zo. En hoewel de Pro Controller een stuk fijner is, vind ik de plaatsing van de analoge stick toch niet helemaal optimaal. Ik ben de PlayStation Controller gewend. En die heeft de analoge stick hier zitten. En de D-pad zit een beetje hoger. Dus daarom heb ik na een tijdje de SNES Controller gekocht. Het is een geweldige controller. Maar deze controller mist weer de analoge sticks. En kan dus niet voor alle games gebruikt worden. Tegenstelling bijvoorbeeld de Pro Controller. Nou was ik laatst de rotzooi in mijn bed aan het opruimen en toen kwam ik deze doos tegen. Nou, in deze doos heb ik allemaal controllers van mijn oude consoles. Nog heel wat rotzooi zitten. En PlayStation 2. Dus, de Wii. PlayStation 3. Ook voor de Wii. Hier zelfs nog GameCube. Nee, een stuurtje voor de Wii, voor Mario Kart. Nou ja, dus toen dacht ik van hey, voor de GameCube is er een adapter beschikbaar. Ja, voornamelijk voor Smash Brothers. En ja, ze hebben de GameCube controller opnieuw gemaakt met de adapter. Kan je 4 controllers aansluiten. Dus ja, ideaal. En toen dacht ik van nou, is er niet zo'n adapter voor bijvoorbeeld deze controller? Want dit is echt een van mijn favoriete controllers. Dus ik heb een beetje zitten zoeken op internet. En dan kwam ik uit op de 8-bit Do G-Bros adapter. Ik heb hem via Amazon besteld. Is ook op Bol beschikbaar. Klein doosje. Pas gewoon door de brievenbus. Ja, ik ga even uitleggen wat je hiermee kan. Het werkt met de Switch en met Windows, ook de PC. Is geschikt voor de GameCube controller, de NES Classic en de SNES Classic. Dat is voor de minis, die ze hadden uitgegeven een paar jaar geleden. Ik heb ze zelf niet, maar die hebben dezelfde aansluiting voor de Wii, zeg maar. En het werkt ook met deze controller. Nou, er zit een USB-kabeltje bij. Deze is voor als je de PC wil gebruiken. Dat heb ik hier niet. Een strap voor, geen idee. Er zit geen batterij bij, helaas. Ik denk dat het dan zo moet of zo. Geen idee. Nou, dat ga ik niet gebruiken. Maar ja, er zitten 4 knoppen op. Ik zal zo even uitleggen wat ze doen. Uitgang voor deze. En een ingang voor deze. Ik kan er eigenlijk alleen maar 1 tegelijk gebruiken, heb ik begrepen. Dus dat is wel jammer. Dus je zou eigenlijk voor elke controle eentje moeten hebben, mocht je dat willen. Maar stel je dat je meerdere GameCube controllers hebt, dan koop je gewoon de adapter voor de GameCube. Ja, stir. Stir, staat er niet bij wat het doet. Deze rode knop is de home knop.
dit is de switch tussen Windows en Switch. En dit is de gele knop is om het te pairen met de console. Ja, met twee dubbele A-batterijen heb je iets van 30 uur speeltijd. En na een minuut zonder verbinding gaat die automatisch uit. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik weet. En volgens mij is het in Chinees. Of iets, ja. Nee, Japans. Geen idee. Nou, ik ga hem even aansluiten. Nou, nu ga ik eventjes iets laten zien van hoe het werkt. Nou, ik heb hem even opengemaakt. Batterij erin. Nou, hij is al aangesloten. Maar normaal, als je hem aansluit, dan moet je naar de controllers. Veranderen van de grip en controllers. En dan druk je de gele knop 2 seconden. En dan zie je hem knipperen. En dan gaat hij aan. Ik heb nu even niks in zitten. Ik doe nu classic controller erin. En is aangesloten. Kijk, daar zie je hem. Hij geeft het aan als een Pro controller. De nadeel daarvan is wel dat je de switch niet aan kan zetten met deze controller. Dus je hebt toch wel voor die andere controller nog even aan te doen. Zet dit ding aan en dan kan je gewoon alles mee doen. Zoals je ziet kan ik gewoon alles. Laten we even. Nou, je kan gewoon lopen. Dit doet het niet. Springen. Dit doet het. Ik kan zelfs terug naar home. Deze controle heeft wel een home knop. Even kijken. Ni no Kuni. Ja. Weggestikt doet het ook. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet doen, want ik heb het al een tijdje niet gespeeld. Maar het zal wel. Ik ga eventjes de GameCube controller proberen. Ik heb hem nu gewoon eruit getrokken. Dan zit de GameCube controller in. En ik hoef hem niet opnieuw aan te sluiten ofzo. Ik doe het gewoon gelijk. Ik weet even niet hoe de knopjes werken. Die zitten wat anders bij de GameCube. Maar dit is nog de originele GameCube controller die zijn beste tijd er heeft gehad. Maar nee, dat is. Ja, de GameCube controller die mist een paar knoppen. Vergeleken met de Wii Classic controller. Deze is de home knop. En de min knop. Ja, select knop. En ZL, ZR. Deze heeft alleen één Z-knop en je mist nog de tweede. Maar dit is vooral voor Smash Bros. Volgens mij. Hierop zit de groene knop. Met de groene knop kan je een screenshot maken. En dan de rode knop, heb ik net gezegd, was de home-knop. En dan gaan we weer terug. Het laatste wat ik wilde proberen, want je had ook nog de nunchucks op de Wii. Ja, je kan ermee lopen. Ja, waarom je dit zou willen, dat is de vraag. Want je hebt verder niks ermee zou kunnen doen. Ja, je kan echt alleen maar dit doen. Dus je hebt er niet zo heel veel aan, maar het werkt. Dus we hebben net even in de dock geprobeerd. Nu ga ik even laten zien dat hij het ook gewoon normaal doet in de handheld mode. Om de switch aan te zetten.
Met een andere controller. Pak ik de 8-bit erbij. Nou, we gaan even Super Mario Bros. 35. Veldspel, maar je hebt echt gewoon een D-pad nodig om dit goed te spelen. Met de stick, dat is gewoon old school. Dus daar heb je gewoon een D-pad voor nodig. Nou, wat vind ik nou van de 8-bit Do G-Bros adapter? Nou, het is echt geweldig. Als jij gewoon nog heel veel oude controllers hebt liggen. Als je de Wii Classic nog hebt, als je de GameCube controller nog hebt, de zolder, weet ik van waar. Dan is dit gewoon een goede oplossing. Het is niet duur, het kost misschien 2 tientjes. Dan heb je toch nog wat extra controllers. En zeker als je van Smash Brothers houdt of wat familiebezoek hebt, dan is het gewoon leuk om kopen. Manier wat extra controllers in huis te hebben. Nou, vreselijk. Ik hoop dat jullie iets aan dit filmpje hebben gehad. Wil je meer weten of wil je meer van dit soort filmpjes zien? Laat het vooral weten. En fijne dag verder. Q out.